fijn om je hierbij te hebben. Gezellig. Dit was ook jouw nummer bij The Voice. Waar jij de blind auditions mee deed. Ja. En wat een prachtige betekenis heeft dit nummer. Ja, vind je niet? Ja, zeker. Want ik weet niet of je het kunnen horen. Ja. Maar we leven in een roerige tijd. En het is onvoorstelbaar. Maar ook zo mooi dat we hier met z'n allen mogen zijn. Klopt. Vandaag om te vieren. Dus eigenlijk een cadeautje. Dus ik zeg, laten we allemaal Rotterdam vieren vandaag. En elkaar vieren. En samenkomen. En de kinderen. En de liefde voor muziek. Geef er nog één keer een heel hard applaus. Sherman Rose. Dankjewel. Fantastisch. En hij staat nu op nummer 1, hè, in de top 2000. Hij gooide even in elk geval al die andere nummers weg. Dat is toch weer prachtig. Zo dadelijk, althans, niet voordat we ook Andreas een hard applaus hebben gegeven, die hier zo de musicaliteit op zijn gitaar inderdaad het nummer versterkte. En natuurlijk Vashti en Melissa, die de backings deden bij het nummer. En dan geef ik nu heel graag het woord aan niemand minder dan burgemeester Abu Taleb. Daar staat hij al. Geef hem een heel hard applaus. Welkom, burgemeester. Fijn dat u hier bent. Ja. Lieve kinderen, dames en heren. Al die lieve moeders en vaders en opa's. Heel fijn dat jullie hier traditiegetrouw allemaal weer zijn. En ik wil eigenlijk dit kort woordje beginnen met u een warm applaus te vragen voor alle Rotterdamse onderwijzers en onderwijzeressen die dit prachtig kapitaal aan het kneden zijn in de richting van volwassen burgers. Geef ze een warm applaus alsjeblieft. Waar zullen we zijn als stad zonder die geweldige mensen die elke dag weer in de klas, voor de klas, met kinderen bezig zijn om te werken aan het grootbrengen van het groot kapitaal waar Rotterdam over beschikt. En voor mij zijn al deze kinderen eigenlijk nog allemaal ruwe diamantjes. En u weet wat er gebeurt met de diamantjes als je die gaat slijpen. Die gaan schitteren. En deze kinderen schitteren nu al. Maar door toedoen van al die prachtige onderwijzers gaan ze de komende jaren nog meer schitteren. Ik hoorde net in een van de liedjes kinderen zingen over het verschil. En daar wil ik het vandaag met u kort over hebben. Het verschil. Wij hebben 174, 176 verschillende nationaliteiten in deze stad. Mensen uit alle windstreken die van deze prachtige stad een toekomst willen maken voor zichzelf en daarmee een toekomst willen maken voor de stad. En inderdaad, dat verschil is heel belangrijk. Ja. Stel je voor dat al deze koppen hier hetzelfde gezicht zouden hebben. Het zou bijzonder saai zijn. En daarnaast zou ik niet meer van elkaar kunnen onderscheiden als het allemaal dezelfde gezichten zouden zijn. Heel fijn dat we verschillend zijn. Dat om te beginnen. En twee, stel u voor dat u bij mij een keer op de koffie komt en het gebeurt wel eens. Als burgemeester ontvang je wel eens mensen. En u komt omdat u een idee heeft. En dat hoor ik dan aan en dan krijgt u van mij misschien ook nog een idee aangereikt. U bent binnengekomen met één idee en u gaat naar huis met twee ideeën. Dat is precies daar waar die kracht van het verschil zijn. Ligt. Dat je van één idee meerdere ideeën kunt maken. En wij zijn in Rotterdam niet bang voor het verschil. Wij koesteren juist het verschil. Wij zien in het verschil met elkaar een kracht. En als je dat verschil weet te verzilveren, dan maak je daar ongelooflijk een stevige stad van. Ik heb een club mensen bij elkaar om te praten over de toekomst van deze stad. Over werk en over energie en et cetera. En toen heb ik gezegd, zit er eens even een socioloog bij. Die stelt namelijk hele andere domme vragen. Meer dan 10 andere wetenschappers uit andere hoeken kunnen beantwoorden. En dat is precies waar het over gaat. Breng mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, verschillende beelden. En je krijgt uiteindelijk steviger antwoorden voor de toekomst. Niet bang zijn voor het verschil. Als we bang zijn voor het verschil, zijn we echt helemaal in de aap gelogeerd. Niet doen. Maar er is wel iets voor nodig. Wat daarvoor nodig is, is het bouwen van een band van vertrouwen met elkaar. Want een stad heeft niet alleen verschil nodig, maar heeft ook vertrouwen nodig. We moeten elkaar kunnen vertrouwen. En het begint al met het vertrouwen van je buren links en je buren rechts. Hoeveel van deze prachtige mensen hier heeft zijn sleutel afgegeven aan de buren? Veel te weinig.
Hoeveel mensen hebben iets met hun buren in de zin van opletten op een oudere buurman, een oudere buurvrouw die misschien een keer de buur nodig zou hebben? Nou, dat gaat al aardig de goede kant op. Vertrouwen, elkaar kennen, nieuwsgierig zijn naar elkaar is het allerbelangrijkste wat nodig is. Ik zeg dat omdat er helaas in de wereld vreselijke dingen aan de gang zijn en die ook akelig dichterbij komen als het gaat om onze eigen grenzen. En daar kunnen we alleen maar weerbaarder ons tegen opstellen door samen vertrouwen te organiseren in de samenleving en het verschil te koesteren en niet bang te zijn voor elkaar. Inderdaad, kinderen zingen terecht. Verschil is belangrijk en koester dat verschil is heel belangrijk. Maar koester ook dat vertrouwen. En koester ook de komende kerstdagen. Voor sommige mensen is het een religieus feest. Gaan mensen naar de kerk en gaan ze bidden. Dat respecteren wij allemaal. En voor andere mensen zijn het gewone vrije dagen om met elkaar in familie bezig te zijn en te praten over allerlei dingen die belangrijk zijn voor het leven. Dat mag ook, dat koesteren wij ook, want dat willen we ook, dat iedereen op zijn eigen manier de komende dagen doorbrengt. En we denken ook aan mensen die succes hebben en we wensen ze veel succes. En we denken aan mensen die onderweg zijn na succes, die wensen wij veel succes onderweg naar succes. Maar we denken ook aan mensen die bescherming nodig hebben en die onze solidariteit nodig hebben. En er zijn ook in onze stad helaas veel mensen, veel kinderen die onze steun nodig hebben, onze solidariteit nodig hebben. Ook aan die mensen denken wij. En we denken ook aan mensen die het verder weg heel moeilijk hebben. Want uiteindelijk is het zo dat kerst staat voor een teken van verlichting. En gelooft u mij maar, ik zeg dat uit de grond van mijn hart. Als in de beschaafde wereld de verlichting uitgaat, wordt het in de hele wereld donker. En dat willen we niet. Fijne avond. Applaus. Mag ik u meenemen, meneer de burgemeester? Wij gaan naar voren. U kunt denk ik ook voorlangs. Mag ook achterlangs. Wat een prachtige speech en zo is het. In tijden van verlichting gaan we deze prachtige kerstboom verlichten. En hebben we daar zin in? Yay! Heel goed. Ik probeer hier even tussen alle kinderen door te gaan die er nog steeds fantastisch uitzien. U ook. Lippen wat blauwer als daarnet. Er is straks ook heerlijk gratis chocomel, een oliebol, koffie en thee. Dat is er allemaal al. Maar nu alle ogen op die kerstboom gericht. En we gaan met elkaar aftellen. En daar heb ik Vashti en Melissa voor nodig, hè? En alle kinderen die hier staan en al het publiek wat zijn ogen heft op die prachtige kerstboom die nu nog helemaal donker is. Wij gaan dat samen met elkaar doen. Eigenlijk hebben we wel een trommelgeroffeltje nodig. Oh! En we hebben een heel leuk meisje wat op de schouder van de burgemeester zit. Fantastisch, we gaan het samen doen. Jawel, we zijn er klaar voor. Hoe heet jij, jonge dame? Rosina. En hoe oud ben jij? 9. Wauw, hartstikke goed. Ik heb haar ontvoerd zonder medemeter van papa en mama, maar zo kan het wel, hè? Ja. Het mag wel, hè? Ja, we gaan aftellen. Oké. De muziek. De muziek mag aan. We hebben speciale muziek voor het aftellen. Licht mag uit. Prachtige kerstboom. Fantastisch. Geweldig. Een mooie kerstboom. Die staat hier. Prachtig op de Kostsingel. Wat was die mooi. En inderdaad, alle lichtjes allemaal omhoog. Van alle kinderen. Bewegen maar lekker mee. Ja. Fantastisch. Dat is die prachtige boom. Daar gaan we nog heel lang naar kijken. Ja. Hij is er. Eerst luisteren naar Dit is de Stad. Kom maar in, 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 kom maar in
Ja. Weer een succes van de lucht. Lick, lick, lick.